Ik denk dat ze steeds groter worden. Ik stel weer te drillen. Gigantisch mooie spiegel. Wat mooi. Niet normaal, guys. Dit is toch niet normaal? Wat een nacht al. Ja, run. Albert Keuter. Run, jongens. Boy, yo. Jut. Pak af. In de tweede. Leef, run. Zat hij nog aan? Ja. Hij heeft hem net aan. Oh, wat luiveren. Zo, leg mijn camera. Ik hoorde niet zo'n run, jongen. Wat een droom. Kijk, dat is mooi, jongens. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer je op deze baas. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Ja. En ik ga gauw terugkijken naar dit filmpje op jouw YouTube kanaal. Ja. En abonneer jongens op deze gozer. Kijkers, fijn dat jullie kijken weer naar een gloednieuwe vlog van Pieter Visser Caravissing. We zitten al een tijdje en we vangen eigenlijk niet echt veel. We hebben alleen maar een brasem gevangen. Wat ik nu ga doen is hier aan deze kant ga ik bijvoeren 10 tot 20, 25 bolies en aan de andere kant ook. Maar we gaan eerst eventjes in het midden proberen en dan na 11 uur, 12 uur gaan we mijn lijnen, dus mijn stokken, gaan we bij de kant neerleggen als het nog niet wil. Ik heb diepvriesbolies gepakt nu. Diepvriesbolies zijn voornamelijk wat ik in de andere vlog gezegd heb. Ze zijn voornamelijk veel beter dan bolies die je in de winkel koopt en die niet in de diepvries zitten. Ik ga nu ook wat anders proberen. Het is nog licht, dus we kunnen het nog gewoon kijken. Maar ik heb inlijnlood. En die ga ik nu even proberen. Want ik heb nooit inlijnlood geprobeerd. Dus ja, het is eigenlijk in principe dezelfde werking als de gewone. Hier zit er gewoon een lus. Als je hier doorheen kan kijken. Dan doe je een karpapknoop aan en dan gaat hij zo weer verder. Tot aan het lood. Die is 85 gram. Dat is hoort bij de grote singel. En hier kan dan de onderlijn aan. Die je zelf knoopt of bij de winkel gaat kopen. Maar dit is in principe de eerste keer dat ik die gebruik. Want we zitten er zo bij. Het is een mooi zonsondergang. En we gaan ze allebei verversen. En we gaan ze allebei ook verversen bij inlijnlood. En dat is de bedoeling. Omdat ik heel veel lood verlies. En daardoor ga ik nu inlijnlood gebruiken. Even proberen bij de grote singel. In principe wordt het wat minder op de grote singel, vind ik. Om te vissen. Dat ik het leuk zelf leuk vind. Ik vind het nu veel leuker om op onbekend water of bij het Veluwe te zitten. Of op kanaal. Maar kanaal Veluwe meer, dan moet je heel veel bijvoeren. En ja, dat kost heel veel geld. Ja, vissen kost nou eenmaal heel veel geld. En dit kost ook me heel veel geld, dat inlijnlood. Maar ja, het is wel een investering, want als je niet lood verliest, dan kun je dat gewoon investeren. Want daardoor hoef je niet meer lood te gaan kopen. Ik ga alles verversen en vervangen. En dan zien jullie me zo straks terug met de vis. En dit heb ik vergeten te zeggen. Hierna, deze vlog, komt de 100ste vlog. Ik wilde vertellen dat ik challenges ga bedenken. Ik ga een grote emmer ga ik meenemen met allemaal challenges en die moet ik dan pakken. En een van de challenges moet die voorbijganger of met wie ik vis, die moet die challenge gaan doen. Dan stel ik voorop dat hij dat wel wil gaan doen, dus dat ga ik van tevoren zeggen. Maar als jullie ook zelf challenges willen bedenken, zet in de comments wat voor challenges jullie willen zien. En dat komt allemaal in de 100ste vlog. Na de 100ste vlogs komen er heel veel challenges. Ook wat jullie bedenken. Wat ik denk, hé, dat is wel leuk. Maar ik heb er ook heel veel. Ik denk een stuk of 30, 40. En die challenges hou ik allemaal bij. Dus bijvoorbeeld opdrukken of hoog houden met een bal. En dan noem ik elke video op wie de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde is. Dus dat is een soort van shout-out. Hierin wordt nog meer uitgelegd als jullie het niet begrijpen.
Hierdoor denk ik dat mijn YouTube-kanaal wat groter en wat breder wordt qua content. Nou kijkers, deze nacht. Ik denk qua frame, 12:30 geweest. Ik heb nog niks gevangen en daardoor heb ik nu de twee hengels aan de linkerkant en aan de rechterkant. 2 meter, 3 meter voor de kant. Kijken als dat werkt. Opgestaan en bijgevoerd. En hopen dat dat werkt. Tot zo en misschien met een vis. Ik ga even koken nog en dan ga ik gaan slapen. Want de mensen moeten ook slapen natuurlijk. Sommigen die blijven uit de tent en die gaan dan vissen. Maar ja, een mens moet slaap nodig hebben en morgen ook weer goed voor de dag komen. Dus tot zo. Nou kijkers, het resulteert toch op een karper, maar dan laat, veel later dan dat ik dacht. Ik heb er gewoon eentje. En dan pas om 10:00, 11:00. En ik zit vanaf 5:30 s'avonds en ik heb de hele nacht niks gevangen. Nou ja, toch een karper. Kleintje, maar... En dan gaat hij al. Top. We hebben er toch eentje gevangen. We gaan hem weer neerleggen. We gaan natuurlijk nog een nacht. Het is vrijdag. En tot zaterdag gaan we tot en met de ochtend. En dan vroeg in de ochtend ga ik weg. Tot zo. En misschien meteen weer met een karper. Nou, na 5 minuutjes vangen we er weer een. Nu gaat het als een trein. Nu gaat de rechter af en gaat lekker er vandoor. We hebben er 2 binnen 5 seconden. Of nee, ja, 5 seconden, 5 minuten. Het is echt ongelooflijk. Maar je ziet hem hangen. De inlijnlood werkt gewoon. Hier vangen we ook gewoon op en dan hoef ik niet meer die wartellood te gebruiken, want die wartelloodjes. Daar verdient die poelwinkel natuurlijk, of die vissinghuis, hun fortuin op. Want die zijn gewoon 2-3 euro per stuk. En nu vervang ik gewoon een karper, zonder dat ik een lood verlies. Dus ik ga deze vaker gebruiken. 100%. Ik heb hier gewoon vol op geïnvesteerd. Dat is een mooi karper. Nou, gewoon weer de karper erop. Niet vergeten natuurlijk. Hij zat precies weer, alweer hè, gewoon in die onderkant van zijn bek. Prachtig. Dit is een iets grotere. Zijn buik is prachtig. Ik denk dat dit een 16, 17 pond is. Dan hebben we er weer een. Top. Ik heb gewoon weer een vis binnen 5 minuten. Hij gaat gewoon weer af. De linker. En nu de rechter. Dat resulteert wel op gewoon goed vissen. Ik ben er blij mee. Deze is iets groter. Gewoon aan de kant. 4, 5 meter uit de kant. En hoppa. Hij zit binnen. 10:30 denk ik. Prachtig. Toch 2 vissen voor vandaag. Twee. Hij gaat net voort. Top kijkers, top. Altijd even de mat schoonmaken, slijm eruit. Ik denk dat ze steeds groter worden. Ik stel weer te drillen. En deze is wel wat groter dan die andere. Die andere 2. Misschien is het bij een spiegel. Dat hoop ik wel, dit is een scup. Maar het is bij een grotere. Deze neemt hij wat meer mee. Dat is meer een drill. Lekker man. Het gaat ook regenen nu. Zie je op het water. Hoppa.
Gaat er weer lekker vandoor. Mooie drill. Mooie run. Oh. Ik denk dat ik niemand nog hoef te scheppen, dus ik kan nog wel een verhaaltje vertellen. De karpers voelen gewoon dat er een weeromslag komt. En daardoor gaan ze in beweging komen. En daarom heb ik denk ik wel wat minder gevangen dan wat ik verwacht had. Het is bagger wat we nu op de grote singel vangen. Dus ja, ik ga hem scheppen nu. Denk ik. Nou ja, gaat hij weer vandoor. Ik voel het weer dat hij weer vandoor gaat. We hopen nog wat meer vis. Maar ik ga deze wel laten zien. Deze ga ik scheppen. En weer snel terugzetten, want het gaat regenen. De hele dag. Oké. Nou, het regent nu. De karper hebben we nu even karpker meteen erop gedaan. Het regent hier niet zo heel hard. Deze is denk ik... Nou... 8, 9 kilo. Die andere tweede was wel iets groter. Die had een buikje. Maar het is een mooie karper. Dan gaan we weer de stok inzetten. Want we willen meer vangen natuurlijk. Maar weer aan de bovenkant een mooie donkere scup. Hopelijk vangen we straks een spiegel. Maar dit is een mooie scup. De release. Zo. Kan vanzelf al. Nou, dit is de bolie die aan mij gegeven wordt, maar ik heb erop gestaan. Dus ik moet hem weer eventjes vervangen. Maar als de bolie er nog aan zit van die karp, klein beetje eraf halen aan alle kanten. En dan is hij weer gewoon goed in geur. Dus als je die bolie aan de karpen van de karpen nog steeds eraan zet, gewoon laten hangen. Maar ik ga deze bolie weer vervangen. En dan moet je een bolie opzoeken die zeg maar een beetje gevormd is in het rond. En een beetje groter is dan de andere. Dus we gaan hem eraan doen. En dan hopelijk snel weer met een karpen. Want dit willen we. Ik speel er net weer een. Maar het is flink regen. Bijna de vierde gevangen, maar ja. Jammer. Het is wel zuidnat. We hebben iets opgedroogd. Maar het was wel weer even drillen. Maar ook niet misgeslagen. Het is gewoon... Hij ging in beslip. Ging de haak uit zijn bek. Dus ja, het is jammer. De linker eigenlijk ging af. Kijkers, we zitten dan drinnen in de regen en we vangen weer, denk ik. Hoezo weet je schoenen maar alle van dan, Pieter? Ja, een run en ik heb mijn schoenen uit. We konden wel een live run maken, want dat ging goed duur. Ja. Dan moet je wel weten waar de telefoon ligt natuurlijk. Moet ik hem even scheppen, pik? Ja, Pieter, ja, ik film mezelf. Ja, zo filmen, ja. Hey, top, ja. Hè? Moet je even Pieter filmen. Lekker man. Ik ga in de water. Ja, dat is maar niet leuk. Ik word er toch nat. Ik ben eigenlijk niet nat. Je bent spiegel, hè? Niet, man. Wel, man. We vangen hier alleen maar... Abonneer allemaal op Pieter Fishing, Karo Fishing. Doe een belletje even aan. Alles voor de vlog, voor de content. Lekker man. Content. Oh, dank je wel, naar Jan Brouwer. Naar Hendrik Albert. Jan. Andere Jan en Brouwer. Een video. Hey, dat is Bram's video. Oh ja, is dat inline dan? Wat is dat voor inline? Nee, maar ik bedoel de karp. Die karp zit er nog meer in de kamer aan. Ja, die doen we wel, maar op de vangen niet. De vangen is wel. De vervanger is niet goed. Wat was dan?
Kijk hem wel. De vierde. Je wordt een akkebel, de bike shop. De fiets is het. Lekker wel. Moet ik opnemen? Nee hoor, dat hoeft niet. Ik ben laat wel weer even terug. De vierde. We hebben weer een scup, geen spiegel. En de kaart. Maar dat komt wel goed, we gaan wel een spiegel varen, denk ik, hopelijk. En nou gaat Bram een nacht met Hendrik Albert. Lekker man. Ja, wat een staat, hè. Eerst even kar op kei erop en dan gaat hij weer terug. We moeten hem nog vasthouden. Kijk dan, hoe belabberd hier al. Yo. Kijk, we vervangen weer een karp. Hij ging net ook weer af. We denken dat dat een brazen was, maar dat ging er niet aan. Ik denk nog niet eens nou, 5 minuten en hij gaat af. Hij gaat af en hij gaat gewoon vol door de slip heen. Maar dit is wel een karp. Hij lag 2 minuten in. Vijfde. Nee, wel. Hij lag 2 minuten in. Kop op de spiegel. Als gepraat, dan kun je beter ophouden. Oh ja, hij lag er 2 minuten in, boys. En girls. En alles wat er tussenin zit. Ja, dat, nee. Kromme tappen, niet te stappen. Ja, schep. Ja. Kijk hem maar. Kan er iemand kar op kei pakken? Die ligt op de tafel. Oh, hij is een lekker bukkie hoor. Kar op kei erin, opgedaan. We zijn zeiknat, we hebben wel weer een karper. Dit is de vijfde. Lekker man, we gaan weer terugzetten. Worden we weer droog. Ja. Dames en heren, hij heeft een mooie rug in. Ik ben de vlog aan nou. Zo. Deze. Die is nog niet uitgezwommen hoor. Kom maar, kom maar. Mooi spiegeltje hoor. Zo! Nou, ja, mooie. Gigantisch mooie spiegel. Wat mooi, bek alles nog. Karkei. Ja, ik heb een beetje. Ja. Waar is je, Pieter? Hij is aangevallen. Riets. Ik vind het een kuliekje, dat is mooi, dat is niet dat je maakt. En dat is zo. Mooi karpe. En dan vind je het twee vingers als je goed gaat. Aan je mond. Ja. Ach, karpe. Echt een mooie spiegel hoor. Kijk eens, wat een mooie spiegel. Je hoeft die karpe niet nat te houden. Want dat doet de regel. Omdat hij rustig is, dat we hem releasen. Dat is altijd mega mooi met spiegel. Net even voorbij komen. Ja, daar gaat hij al. Lekker man. Ja. Lekker man. Zijknat, maar wel even resultaat. Lekker hoor. En ik vang een tijdje weer niks. En dan vangt Bram hier een vis. Dat ging flink af. We hopen natuurlijk eigenlijk op een spiegel. Dit is een scup. Hier hebben we een karper. Maar Jelle aan de overkant heeft ook een karper volgens mij. Het is nu weer bakken aan. Volgens mij wel, ja, dit lult. En er is altijd toch een scup in.
midden moet skip worden. Pieter, skip hem. Ik skip hem wel. Hij kan niet dieper halen. Do you mean? Oh. Elkaar op de Bram. De eerste. We zitten op 8. Oh, hij wil wat. Een half uur later, ik vang weer een karper. Dit is mijn 7e. Dus we hebben nu 8 in totaal. Echt lekker, man. Scup. Mooi scup. Ja. Zo. Hoi, yo. We gaan er lekker van door, hoor. Hey, ik verlies minder lood met dit lood, inluilood. Lekker man. Dit ben ik ook gewoon, dus ik ga hier wat vaker mee vissen. Oh, het is wel een mooie. Het is toch te koud. Adria, koud? Deze. Als ik net lekker warm sterkje te doen. Ja. Ik denk, ik zeg, kijk maar Pieter, wat gebeurt er? In het net. Wat? Hè? Ja. Toch gewoon overal, want ik weet niet waar die haak zat. Nee. Top, lekker man. Echt top. De beest is niet om. Hier is een raar afdekking, jongen. Lekker man. Lekker. 7 stuks. We hebben er nu 8. Nou kijkers, het is nog licht. Ik zit hier nu in mijn tent en ik heb net bijgevoerd weer. Want als je karper hebt gevangen, moet je weer bijvoeren. Want ze hebben het allemaal opgegeten. Ik heb er weer een nieuwe bolie op gedaan, want die karper had die bolie opgeslikt. Maar ja, we vangen het top. En het is gewoon, ja, toch een lekker gevoel dat het toch wel lukt. Niet opgeven, dat is gewoon de motto. Dat is gewoon de motto. Never give up. Tot zo. Ik ga erin gooien. Lekker man. Oh. Is vetter. Vetter kaart. Het is gewoon lekker kebab. Ja, en wat vaten. Wat een droom. Ja. We hebben een prachtige rijer. En er halver zit aan het redden. Dit zijn Bram's en Stokken. Kijk, het is die rijder, ja. Prachtige rijder, ik heb hem al gezien. Het is de 11e of de 12e of zo. Nee, ik weet niet meer precies hoeveel we precies nu hebben. Ik zit te trillen, joh. Ik ben helemaal koud. Het is net nacht. Ja, kijk dan. Je zit helemaal te trillen. Het is net nacht, ja. Nou, tot zo misschien met nog meer vis, maar dit is de eerste vis die in de nacht gevangen wordt. Dus lekker in de Albert. Lekker bezig. Ja, ik weet echt gelukkig dat ik wakker was. Ja, top. Kromme toppen zijn niet te stoppen. Zo mooi. Ja, mooie drill. Ik slecht al best wel dicht staan.
We zitten in de skaterpark. Ja, karpker zit erop. Altijd op denken. Ook al is het zo'n mooie vis, we gaan hem releasen. Ik zou hem het liefst in een vijver doen. Ik vind deze mooier als die andere, wie die had. Doe gewoon wat. Op mijn bol is van de greenbait, mulberry. Ik dacht, dat gaat brazen en wel karp opleveren. Wel heel veel brazen. En dan gaat deze vrij. Oh, prachtig. Lekker jongens. Wat een reuzenari. Of een Klaas Hessel. Ja, ja! Als je die hoort in de film, jongen. Ga even verder. Oh, wat een run. Brandy zegt ook van, nou, dit gaat vol door de slip en door de tuur heen. En hetzelfde geldt ook voor Hendrik Albert, maar... Nou, deze is niet normaal. Wat een run was dit weer. En nu ben ik niet al wakker zo. Zo. Zo, wat een kracht. Het is een spiegel, kijkers. Lekker man. Het is hier een spiegel. Lekker. Een kleine, maar wel mooie hoor. We hebben hem gezien, dit is sowieso een spiegel. Ja, weten we zeker. Ik denk in ieder geval dat het de karper is. Nou, nee, het is gewoon een brazen. Weet je. Weet je toch? Een zeehond, zou Arie zeggen. Ja toch, Pieter? Ja. Lekker wel. De boeren. Zie je wel? Het is wel een spiegel. Het is wel een spiegel. Step maar. Ja man. Oh, dit. Lekker. Gewoon goed in de onderlip hoor. Dat is gewoon apart gehaakt. Kijk tegen. Echt vreemd. Kijk dan, precies in de onderlip. Zo. Precies in de onderlip. Top. Gewoon een lekker mooie spiegel. Wat een prachtige spiegel. Die andere was wel mooier, vond ik. Nou ja, deze is ook prachtig hoor, eigenlijk. Goed. Even vanaf bij de spiegel zelf, dichtbij. Mooi spiegel hoor. Echt, trots. Is dat niet normaal, wat een nacht. Topnacht. Twee spiegels in één nacht. Ja. In één uurtje.
Ja. Ongelooflijk. Een half uur. Ongelooflijk. We gaan de kerk op en we gaan hem releasen. Hier zit ook een mondje. Het ligt nou erop. Dat ik het niet kan zien. Ja, hieronder. Kijk. Jij moet het kerken. Hier kan ik kerken op, want ik heb het niet meer aan. Ja, ook was. Ja, zwommen trouwens met de kanjoenen weer. Oké. Waar is het dan? Oh, dan is het aan de andere kant. Ik zou hier naar daaruit volgens mij. Eerst even zijn bek. Kijk dus. Want kijk eens eventjes zijn bek. Prachtige bek nog. Prachtige bek. Midden van zijn. Gewoon perfect haak houden. Hier zat ook zijn haak doorheen. Dus de bovenkant van zijn lip moet ook kijken. Aan de andere kant ook. Hier wat? Aan de andere kant eerst. Hier? Ja, daar zat hij ook doorheen. Ik zie hier ook een boel klein mondje. Dan wel even op. Wacht even, kijk hier. Dat kreeg je smaak. Ik wil even naar de andere kant kijken. Pas op voor zijn veen. Altijd oppassen. Ja, hier. Nee. Wat een mooie spiegel. Kijk eens eventjes, kijkers. Oh. Kijk, als je hem hier vast, ja, je toch wel een bukkie nog wel een beetje. Ja. Het kan een hele mooie spiegel worden. Ja. Echt een hele mooie spiegel. Een groot water. Mooie spiegel voor op groot water. Als het groot wordt, dan... Wat een bek, hè. Wat een bek. Oh, prachtig. Ga maar even lekker. Ga maar die zuig eventjes doen. Wat een mooie... Ja, maar dit is toch niet normaal, man. Kijk dan. Die snor... Die snorharen. Die maakt het echt mooi. Ik denk ja. Het even zo maar benieuwd, deze. Maar deze wat kleiner. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dit is de mooiste. Nou ja, ik weet het niet. Waar staat er? Welke staat hier? Is qua vinden en alles. Kijk, er zit een rijder aanwezig. Ja. Oh, dat is niet dom. Dit is toch niet normaal, Chris? Dit is toch niet normaal? Wat een nacht dan. Ben je hoe laat is het? Nog geen eens 10 uur. Wat een spiegel. Prachtig. Prachtig. Een mooie spiegel was dit. Ik ben er hartstikke blij mee. Het was niet eens zo groot. Maar ook eventjes in het water. En dan release ik hem veel mooier dan op de kant. Maar we gaan voor de volgende. We gaan hem weer inleggen en we gaan weer voor een mooie, een grotere karper. Hopelijk. Yes. Lekker jongens. Nou kijkers, de vorige, toen we hem ingooiden zeg maar, toen hebben we besloten als we nog een karper vangen op deze hengel, dan moeten we hem vervangen, deze haak. Maar hij pakt mijn nagel goed, hij pakt mijn huid goed, dus hij is nog scherp, maar je moet er altijd op letten, als hij niet scherp is, moet je hem vervangen. Dit is haakmaat 4 en het is gewoon nog een hartstikke goede haak eigenlijk. Maar ik verbaas me over dat ik deze haak nog kan gebruiken. Want deze haak is gewoon door 3-4 vissen is hij gevangen. Maar deze onderlijn is gewoon perfect. Dus nou eigenlijk vind ik hem te lang. Maar hij werkt gewoon perfect. Want ik vang hier gewoon, denk ik al, 2, 3, 4 karpers mee. Ik ben helemaal de weg kwijt door die karpers. Hoeveel karpers ik nu al gevangen heb. Ik ga gewoon weer die bodem hier aan doen. Die ruikt dan een beetje naar snoep. Die ligt hier. Ik heb nog wel bij de camera. Een lichtbaan. Zal ik een stopper pakken? Het zit gewoon eigenlijk wel zo precies goed. En dan moet hij bij de weerraak precies in die lijn van de weerraak.
deze rubber. Ik heb hem altijd iets sneller. Maar dit is de rubber van deze onderkant. Silicoon. Silicoon. En die heb ik aan de onderkant, heb ik die er gewoon zo opgereigerd. Of opgereigd. En die moet precies in de weerhaak van de haak, zeg maar. Prachtig. Zo gooi je het nou de hele tijd al. En zo vang ik al gewoon 3-4 karpjes. Gewoon 3-4 karpjes vang ik gewoon zo om zo te gooien. Dat is echt bizar. Dan had hij weer op stuiters. Ja, en dan de oog moet voor de beetmelders en altijd uitzetten. Niet altijd. Ja, ik vind dat die uit moet en dat je eerst gaat. Ja, als je dan gewoon kraken het. Ja. Film je gezicht even. Laten we even zien wat voor ranzig dier je bent. Tjongjong. Hoppa. De release. Ik vind het wel mooi. Deze doet er wel langer over. Die zal ook niet vast heel oud kunnen. En die hingen van duur gek. Oh, lekker man. Die spiegel waar heel veel mooier erop staan. Zo. Wat? Nou, karp jij erop? Hier, ik moet wel zo. Wat even de walden. Is dat precies in de onderlip? Dus eigenlijk hoort je alleen in de onderlip. Wat even hoor. Het is motiel. Kom maar. De 11e voor mij. We zitten nu op 13? 14. Dus heb ik er 12. Nee, jij hebt er 3. Ik heb het 11. Top. Dan gaat het regenen weer. En ik wil net opruimen. We hebben de karakter opgedaan. Ik hoef hem niet te wegen. Dat is een kleintje. Ziet mijn haar eruit, moet je kijken. Maar dat komt dat wij een topnacht hebben gehad. Die topnacht, die hebben wij meegemaakt. 14 karpers. Scubs, spiegels. We hebben hier mijn kast staan. Hij heeft een stretcher alleen. Maar ik heb hier mijn kast staan en die ga ik nu meenemen. Ik heb blote voeten. Want op een gegeven moment, toen gleed ik hieruit. Toen dacht ik doe alles gewoon uit. Niet alles. Dan wordt het een andere site natuurlijk. Maar ik heb mijn sok uitgedaan. En die heb ik in de kar gedaan. En ik heb alleen nog maar mijn schoenen. Want die waren helemaal nat. En de release ging ik ook in het water doen. Dat waren fantastische karpers. Mooie spiegels, mooie cups. Alleen niet zo heel groot. Maar ik ben er wel trots op wat we gemaakt of gevangen hebben. Kijkers, we moeten ook eventjes... Yeah.
rondom kijken als je alles al opgeruimd hebt. En ook alles meegenomen hebt. Maar ik denk dat ik alles meegenomen heb. Nu. En ruim rotzooi op. Kleine dingetjes ook. Want als we dat met z'n allen neerleggen, dan wordt het een rotbende. Karmker, die hebben we allemaal mee, want we hebben twee karmkers. De schaar. Anders had ik die vergeten. Dit leg ik hier wel eventjes in. Ik had de schaar bijna vergeten. Die ontwakingsschaar. Die is best duur, dus ik ben blij dat ik die nog eventjes dat ik rondom gekeken heb. Deze kan weg. Het is voor mijn tanden, die is ook gevallen. Nou ja, dan sluit ik hier de video bij af. Abonneer voor meer en like. En doe het belletje van op mijn YouTube kanaal Piet de Visser Karavissen. Om zoveel mogelijk erachter te komen dat ik een YouTube kanaal heb. Familie, kennissen, ik weet het dat jullie het weten dat ik dat al te zeggen. Maar zeg het tegen iedereen dat ik een YouTube kanaal heb. Want om deze YouTube kanaal heel groot te maken. Tot de volgende keer en tot ziens. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer je op deze baas. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Ja. En ik ga gauw terugkijken naar dit filmpje op jouw YouTube kanaal. Ja. En abonneer jongens op deze gozer.